Nu heeft hij het gezien. En dan ruiken ze even. Dit is heel karakteristiek. En nu gaat hij gewoon, hupsakee, naar binnen toe. Ik ben Bart Tessens. Ik werk voor het Agentschap van Natuur en Bos. Daar ben ik de verantwoordelijke voor het soortenbeschermingsprogramma van de hamsters. Dat is een project of een programma dat al ondertussen 3 jaar loopt en de bedoeling heeft om Europese hamsters, dus echt wilde hamsters, dus niet de kooitjeshamsters natuurlijk, in Vlaanderen te beschermen. Hallo. Hey, ja, nou, we gaan vandaag hamsters uitzetten natuurlijk in bidooien. Dus we gaan beginnen met ze in een bakje te zetten. Deze dieren zijn hier allemaal in het voorjaar vorig jaar geboren. Dus die zitten hier nu een maand of 10, 11. Dus deze 27 gaan nu samen op één groot perceel luzerne teelt dat echt centraal in het gebied ligt. En dus van daaruit kunnen ze dan zich verspreiden. Ja, we zijn nu in Wiedooien, een deelgemeente van Tongeren. En we rijden dan nu richting de percelen waar dat de hamsters nog voorkomen. Maar die populatie is ondertussen zodanig klein geworden dat we dus eigenlijk echt wel noodmaatregelen moesten treffen om die soort niet te laten uitsterven. Het aantal hamsters dat er nu nog zit is zodanig laag en er is ook aangetoond dat ze genetisch zodanig verarmd zijn dat het echt nodig was om actief hamsters te gaan kweken. Voilà, en dan komen we nu aan op het perceel. Daar zijn de hamsters ook al staan. Goed. Hoi. Oh. Voilà. Even voorstaan misschien? Ja. Oh, ja, als je hebt, dan gaat iets sneller. 2, 3. Nou, het is in ieder geval een prachtig gebied hier om ze vrij te laten. Ik heb verwachtingen zijn hoog gespannen. Ik heb de plakketjes weggehaald van het kastje, want dat zit dichtgeplakt, dat ze niet uit kunnen. Nu schuif ik er een plankje voor. En dat plankje is ook om ervoor te zorgen dat hij me nu niet ontsnapt. We hebben hier een gat gegraven van ongeveer een 1,5 meter de grond in. Daar gooien we wat voer in en een stukje appel. Daar mag de hamster er dan in. We hebben het liefste dat hij daar een paar uurtjes in blijft zitten. Dat hij even kan wennen aan zijn nieuwe omgeving, dat hij niet meteen wegloopt. En nu kijkt hij nog. Kijk, nu heeft hij het gat gevonden. En nu is hij weg. En het grappige is, deze dieren komen uit een broedprogramma, kweekprogramma. En in dat kweekprogramma kennen ze dus gewoon weinig of geen grond. Maar op het moment dat ze hier een zwart gat zien, kale grond, dan rennen ze meteen erin. Dat is blijkbaar een hele prettige omgeving voor ze. Nou, dan maar hopen dat hij even blijft zitten. En dan gaan we straks, over een paar uurtjes, halen we de prop weg. En dan hopen we dat ze zich hier een beetje wel bevinden. Wel plezant, hè? Het is iets waar we 3 jaar naartoe gewerkt hebben. Dus, het is wel een hoogtepunt in het project natuurlijk. Hè. De eerste sinds 10 jaar. Zo doen. Even de zaagsel aan één kant. Nu heeft hij het gezien. En dan ruiken ze even. Dit is heel karakteristiek. En nu gaat hij gewoon, hupsakee, naar binnen toe. Oké, daar waren ze. Is het? Allee, ja. Dank u. En nu maar hopen dat ze voor nageslacht gaan zorgen. Hè. Dat er op het einde van het seizoen minstens evenveel zijn als we er nu hebben uitgezet. Ja, ja. Het ziet er goed uit, hè. Het perceel, dus het zou moeten mogelijk zijn. Hè. Alright, super.